is dan met die kleiner is, kijk naar over mijn kijken. Vandaag meer toeschouwers dan spelers bij de training van Ajax. Onder ideale omstandigheden trainde een kleine groep op de toekomst. De selectie werd aangevuld met onder meer Rodney Snijder, Rolly Bonifacia en Lorenzo Burnett. Op het veld ernaast was Kenneth Vermeer keihard aan het werk in de slotfase van zijn maandenlange herstel. Aan het eind van de training speelde de groep van Frank de Boer een partijvorm. Beginnend met 1 tegen 1. Hier Bonifacia tegen De Jong. 1 tegen 1 werd 2 tegen 2 met Aras Özmelis en Oleguer. Het tempo ging verder omhoog en ook het aantal doelpunten. Met mooie treffers van onder meer Anita, die zondag mogelijk de geschorste van de wiel vervangt. Aras Özbilis was een van de opvallende spelers. Snel en doeltreffend. Dat ondervond ook Jeroen Verhoeven. Ook Mounir Elhandoui was succesvol. Net als Soek. Dario Svitenić zag deze goals nog als toeschouwer. Maar even later ging hij zelf op jacht. De speler die tegen FC Utrecht nog een kuitblessure opliep, is sneller hersteld dan verwacht. Soms was Verhoeven hem nog de baas. Maar uiteindelijk was ook hij kansloos op de schoten van de Argentijn. Ook voor Svitenić ging vandaag de zon schijnen.